op de kust van Afrika. Ja. Dat was dat men de slaven naar Suriname bracht om te verkopen. Een ontdekkingsreis door het slavernijverleden. Hallo. Hallo. Hij hield zich niet alleen bezig met het beheren van die plantages. Hij ging ook echt in de slavenhandel. Dwight van de Vijver op zoek naar zijn voorouders en familiegeschiedenis met behulp van de onlangs geopenbaarde Surinaamse slavenregisters. Wow. Jullie stamvader kreeg de naam van zijn eigenaar van de Vijver. Geboeid, terug naar de plantage. 1 juli, nieuw op NPO 2. En laat je tevens vanaf 1 juli gidsen door tijden van slavernij door Jurgen Rijman, Lange Frans, Defano Holwijn en Dolores Leeuwin in een nieuwe interactieve webervaring op geboeid.com.